Hi everyone! In this video, you will listen to a short story in Dutch about Henk, who is getting his coffee in the morning. Learning Dutch through stories is a great way to practice and improve your listening and speaking skills. You will learn some interesting and useful vocabulary that is often used in daily conversations. So let's get started! Elke ochtend gaat Henk naar de koffiebar. Hij bestelt altijd zwarte koffie. Vandaag is het anders. Het is erg druk in de bar. Er zijn veel mensen. Het lijkt alsof iedereen haast heeft. Hij kijkt op zijn horloge en beseft dat hij laat is voor zijn werk. Hij wacht ongeduldig op zijn koffie. Zonder koffie kan hij niet goed concentreren op zijn werk, maar het duurt wel erg lang. Hij heeft vandaag ook niet ontbeten. Daarom heeft hij 2 extra boterhammen ingesmeerd, zodat hij onderweg kan ontbijten. Eindelijk is zijn koffie klaar. Hij pakt zijn bekertje en gaat meteen naar buiten. Gelukkig is zijn bus wel op tijd. Na 20 minuten met de bus komt hij rustig binnen en gaat meteen naar zijn bureau. Hij zet het koffiebekertje op de tafel. Nu kan hij beginnen aan zijn drukke werkdag. Listen and repeat after me. Elke ochtend gaat Henk naar de koffiebar. Hij bestelt altijd zwarte koffie. Vandaag is het anders. Het is erg druk in de bar. Er zijn veel mensen. Het lijkt alsof iedereen haast heeft. Hij kijkt op zijn horloge en beseft dat hij laat is voor zijn werk. Hij wacht ongeduldig op zijn koffie. Zonder koffie kan hij niet goed concentreren op zijn werk, maar het duurt wel erg lang. Hij heeft vandaag ook niet ontbeten. Daarom heeft hij 2 extra boterhammen ingesmeerd, zodat hij onderweg kan ontbijten. Eindelijk is zijn koffie klaar. Hij pakt zijn bekertje en gaat meteen naar buiten. Gelukkig is zijn bus wel op tijd. Na 20 minuten met de bus komt hij rustig binnen en gaat meteen naar zijn bureau. Hij zet het koffiebekertje op de tafel. Nu kan hij beginnen aan zijn drukke werkdag.
Great job! Now let's move on to practice pronouncing some difficult words that were used in the story. Repeat after me. De ochtend. De koffiebar. Vandaag. Druk. De mensen. Haast. Het horloge. Beseffen. Het werk. Ongeduldig. Concentreren. De boterham. Insmeren. Onderweg. Ontbijten. Eindelijk. Meteen. Buiten. Gelukkig. Rustig. Het koffiebekertje. De tafel. Awesome! If you had fun learning Dutch this way, like this video and let us know. We hope to see you in our next video. Thank you so much for watching and tot de volgende keer!